Welkom bij een nieuwe episode van Koelkast. Het is ondertussen episode 7. Ja. Ik ben Alex. We zijn hier vandaag terug met Jay. Yes. Terug met Wassim. En onze gast van vandaag is Hakim. Hakim. What's up? Welkom, man. Dankjewel om mij uit te nodigen. Nee, graag gedaan. Super, graag gedaan. Kunnen wij vandaag zeggen dat wij een BV aan tafel hebben? Ik zei dat niet graag, van mezelf ook niet. Je mocht dat zeggen, BV klasse C. Zo, daar tot daar. Geweldig, okay. Klasse C. Ik ben nog geen AAA of zo. Nee. Nee, ik word nog niet aangeklampt. Of, maar boy, je bent wel toch goed bezig. Je bent DJ, je hebt je eigen podcast. Ja. Je bent ook een resident DJ op Studio Brussel? Of je hebt ook je eigen show? Ja, ondertussen wel, ja. Ja. Ik ben resident, ja. Mijn seizoen is verlengd, dus ik schouw me wel als resident. Je bent acteur. Dat probeer ik. Ben je een influencer? Dat is een vraag. Dat is ook zo'n moeilijke. Ik vind van mezelf van niet, maar onbewust zet je dat wel. Je kunt dat niet ontkennen dat je dat zet. Dus de manier waarop. Ik ben niet zo de cliché-influencer dat zegt van hey, dit blikje is van Coca-Cola en super lekker en zo. Ik ben eerder zo van if I like it, dan support ik dat wel. Ja. Oké. Okay. Ben je nog steeds de broer van Faisal? Of is het nu echt wel Hakim? Ik denk dat het nu wel Hakim gaat zijn. Hoewel ze ons soms nog altijd verwarren. Dat ze zeggen, hey Faisal, ik heb jou gezien. Ja, ik snap dat niet, maar ja, kijk. Jullie lijken toch ook totaal niet? Nee, totaal niet. Dat is gek, maar dat is lomp gewoon. Ja, maar dat was echt vroeger. We zijn opgegroeid in Lommel, in Limburg. En dan was Faisal altijd de broer van Hakim. En dan was het een tijd Faisal en Hakim, het duo. En nu, mijn jongere broertjes die daar nog altijd wonen, nu is het zo, als wij in Lommel komen, stoer doen, dan is dat van, hé, je bent de broer van Jamal. We're on that level now. Oh, het is echt zo, ik ken niemand meer van die jongeren daar, dus mijn broers die zijn daar nu de heersers. En wanneer is dat dan eigenlijk veranderd, die switch van de broer van, en dan plots dan... Tussen mij en Faisal? Of, ja, inderdaad, want je zegt zelf van... Sinds dat ik gewoon meer... mijn ding ben gaan doen voor de schermen in plaats van achter de schermen. Ik werk altijd achter de schermen. Ik doe dat heel graag. Dat is nooit zo mijn ambitie geweest om zo iets te willen doen voor tv of zo. Voor de schermen dan. Maar dat is gewoon vanzelf gekomen. En op een duur had ik wel zoiets van, maar ik vind dat wel fijn om te doen. En zolang dat kan combineren, zowel achter als voor en zo allerlei productionele dingen, dan ja, waarom niet? Ja. Mensen leren dan meer en meer kennen en ik heb altijd mijn broer nog altijd gepusht op vlak van muziek en zo, met wat hij doet. Ja. Omdat hij gewoon, hij is er heel goed in. Mm-hmm. Alleen zijn marketing of zo, hij is zo'een beetje hetzelfde als mij, een beetje zo low-key. Mm-hmm. En ik breng gewoon iets uit en ça va. Mm-hmm. Dus daarin supporten we elkaar wel heel hard. Zo, hij haalt mij naar boven met wat ik doe en ik haal hem naar boven met wat hij doet. Dus dat is wel... Ja. En mensen hebben nu meer en meer door ook van, oké, dat zijn broers, ze kennen elkaar... Dus dat is wel, werkt wel. En ook van allee, want het feit dat je nu jezelf dan ervaart als influencer, ga je dan ook onbewust of bewust ook zelf nadenken van bepaalde acties kunnen bijvoorbeeld niet op Instagram of bepaalde woordgebruik of bepaalde zaken die je dan... Vroeger heb ik daar meer aan, zat ik daar meer mee bezig dan nu. Eigenlijk, want Instagram, dat werd vroeger, dat is nu wat minder, hè, maar vroeger werd dat zo aanzien als van dit is picture perfect. En iedereen heeft een mooi leven en iedereen is heel goed bezig en zo. Maar je ziet wel dat dat aan het veranderen is. Dat gewoon naar de real life, echte shit zo gewoon. Iedereen post gewoon zijn ding. Terwijl als stories bijvoorbeeld vroeger nog niet bestonden, dan deed ik echt zo 5, 6, 7 posts per dag. Gewoon om te laten zien wat ik allemaal aan het doen was. Maar dat was niet echt een structuur. Dat zat geen structuur in van, ik ga nu dit hier mooi zetten en zo goed. En dit posten. Bij mij was echt alles gewoon, hup, ik zie daar. Ik had dat ook, man. Ik was constant. Maar ik vond ook gewoon een leuke app om te doen. Dat is nog altijd gewoon leuk. Je laat gewoon zien aan de mensen wat je aan het doen bent. Maar ik heb daar nooit bij stilgestaan van oké, ik moet opletten met wat ik hier zeg, maar ook wat ik daar zeg. Maar ik let er nu wel op in, op sommige vlakken van... omdat je weet dat er ook jongere mensen u volgen, kinderen en zo. Dat ga je die wel ook een beetje... Laat zien van wat dat kan en wat dat niet kan en zo. Het staat er een beetje, hoe je draait of keert, je blijft, onbewust, zoals ik zei, van misschien is dat toch een influencer, omdat je hebt veel mensen die naar je opkijken ook. En
ja, dan wil je ook wel het goede voorbeeld geven, zeg maar. Maar nu ook niet het schoolvoorbeeld, want ik ben daar ook nooit geweest. Maar wel een beetje zo in het kader van, ja, oké, wat dat, hey, de grens is en wat niet. Ja, 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 ja. Maar dat is ook eigenlijk een beetje die hele discussie die er een paar maanden geleden is eigenlijk, ja, gestart is, rond een gedragscode van, ja, influencers. Ja, 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 ik en, had het gelezen. Ja. En daar kwam ook veel commentaar op van, moet er een gedragscode zijn voor, ja, influencers? Ja of nee? Waarover moet dat dan gaan? Dat was met minister Benjamin Dalle, die dan, ja, ook zelf meteen zei van, ja, maar ik wil influencers ook eigenlijk betrekken daarin. Of, ja, dat gebeurt, dat weet ik natuurlijk niet, maar dat was wel die insteek van. En ook de insteek eigenlijk was, het is geen wet. Het is, mm-hmm, geen wetsvoorstel, nee, het is gewoon echt samen kijken, ja, van, ja, wat is nu eigenlijk de verantwoordelijkheid van influencers? Mm-hmm. En ja, mijn vraag is een beetje naar iedereen toe, van zoals je net hebt gezegd, is er die verantwoordelijkheid? Omdat ik soms, mm-hmm, zoiets heb van, ik snap bijvoorbeeld, er zijn mensen, ik heb veel volgers ineens en ik ben, ja, veel mensen kijken naar mij op, mm-hmm, maar niet iedereen heeft daar per se om gevraagd. Nee. Ja. Iedereen claimt ook een voorbeeld te zijn. Mm-hmm. Dus in hoeverre... Ja, je hebt ook mensen die direct naar je sturen van, jij bent een voorbeeld, je mag, ja, dit niet doen, dit. Maar dan is dat bij mij ook zo, dat werkt bij mij afrechts. Dan is ik zo van, ja, maar wie zijt jij? Eerst en vooral, ik heb nooit gevraagd om mij te volgen. En je ook maakt... om het voorbeeld, mm-hmm, te maken of zo. Allee, mag ik dan ook ineens niet dat doen of niet dat doen? Klopt. Of zo? Allee, bedoel... Je maakt gewoon toevallig, ja, video's die je leuk, ja, vindt, voilà, en iedereen vindt het leuk. Ja, voilà, zo heb je, ja, gewoon veel volgers. En dan begint dat gewoon zo, ja, het is zo'n heel moeilijke struggle soms van, wat mag ik posten en wat niet? Klopt. En je merkte wel dat er zo meer en meer, zeker in die influencers, zeker de mensen die echt 80.000 of 100.000 volgers of zo hebben, ja, die echt zoveel meer volgers hebben, die hebben dat denk ik nog erger in dat geval van alles wat ze posten, daar wordt met 1000 ogen op gekeken. Mm. En je gaat sowieso mensen hebben die dat leuk vinden en sowieso tegenstanders. Dus dat is altijd zo die struggle voor hun dan. Ja. Ja. Voor mij is dat wel mee, is dat va, het is echt nog oké. Okay. Maar ik reageer daar gewoon niet op als het mij aan staat. Was er ook recent dan misschien eentje dat je bijvoorbeeld met een idee kwam en denkt van, hey, dat is eigenlijk wel leuk, of dat iemand dan zegt van, bro, ik zou het niet doen, man, nu. Had je het gewoon van externs gehoord, kreeg van, nou, zou dit niet doen? Ik kom niet direct op iets eigenlijk, nee. Nee, niet echt. Voorlopig alles wat ik voorgesteld gekregen heb of wat ik zelf doe, is altijd zo wel geweest van, oké, ik ga dat gewoon doen of dat doen. Soms denk ik wel, ik ben wel heel kritisch voor mijn eigen als ik op vlak van humoristische filmpjes of zo maak. En niet per se van, is het erover of niet, maar gewoon per se van, is het funny of niet. Omdat je, als ik iets maak, ik heb dat al 100 keer bekeken en ik blijf er naar kijken, ik blijf editen en blijf het doen en blijven maken, dat je op den duur gewoon niet meer grappig vindt. En dan denk je van, oh, ik ga dat niet doen, want ik vind dat niet grappig. Mm-hmm. En je laat dat dan aan mensen zien en zeggen, jawel, dat is super grappig, wat dat posten. En dan ben ik zo, ik ben een hele eeuwige twijfelaar altijd. Ja. Dus dat is het enige... Dat bij mij wel zo het nadeel is. Maar het is niet dat ik zoiets heb van, oh nee, of dat mijn vrienden of zo of iemand aangeraden heeft van, oh, je moet dat niet doen of dat niet doen. Ik zit nog safe. Ja. Wat ik misschien moeilijk vind, sorry Wassim, wat ik moeilijk vind met die gedragscode is dat ik niet per se zie waarover het zou gaan. In de zin van, bijvoorbeeld, alles wat zo haatverspreiding en negatieve dingen en daar bestaat eigenlijk al een wet voor. Ja. Maar ik ben niet direct mee in... Als je een gedragscode zou maken voor influencers. Het moeilijke is al ten eerste influencers. Ja, er zijn duizenden onderwerpen van content. Ja, verschillende categorieën. Ja, je kan een influencer zijn omdat je, weet je, nagels doet. Ja. Of make-up. Mode. Mode, sport, gaming. Muziek, gewoon omdat jij grappig bent. Gewoon omdat je je mening zegt over dingen. Ja. Ik bedoel, dat is zo breed. Mm-hmm. En hoe stelt je dan een gedragscode voor waar al die mensen in passen? En ook hetzelfde van, uiteindelijk, wat is een influencer? Klopt ook. Snap je? Het is zoals je zegt, van, kijk, stel, je bent nu een acteur, je komt op tv, je hebt heel veel volgers op sociale media, ben je daarom een influencer? Uiteindelijk, ja, de mensen volgen je door je job, maar nog eens, je vraagt daar niet om. Klopt. Maar ik denk ook bijvoorbeeld die gedragscode, als ik mij niet vergis, maar gaat het ook betrekking hebben of heeft het ook betrekking op zo bijvoorbeeld... heel vaak hebben zo YouTubers onder elkaar zo wat ruzie, zoals Exit en... Semi, ja, inderdaad. Ja. Dus ik denk maar zo vooral, is dat gesprek ook echt ja, terug ja, voilà, inderdaad. Opgestart, dus toen is dat ook zo'n beetje begonnen. Dus ik denk vooral op vlak daarvan vind ik dat wel een goede maatregel. Omdat, want... Allee, zo'n ruzie tussen YouTubers, dat is voor niemand goed. Allee, snap je wat ik bedoel? Dat is voor niemand. Uiteindelijk, ik snap dat soms niet, eerlijk gezegd. Zeker op het vlak van België, hè. Mm. Er zijn heel weinig populaire YouTubers. Mm. En waarom... Allee,
werken ze niet samen of zoiets? Allee, ik snapte dat of elkaar een beetje supporten of ja, zo. Ja. Omdat ik heb zo het gevoel dat in België zo influencers zo allemaal een beetje op hun eigen zijn en zo de anderen niet gunnen. Allee, je hebt er wel sowieso mensen die dat wel doen, maar zo de anderen, je hebt er ook heel veel die dat niet doen. Terwijl als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Nederland, dat zijn allemaal influencers die mega populair zijn, allemaal ik weet niet hoeveel duizenden, miljoenen volgers. En die zijn allemaal zo complementair aan elkaar, zijn allemaal vrienden van elkaar, die gaan bij elkaar op bezoek en elkaars podcasts en elkaars vlog en zo. Dat is super cool om te zien. Dat is super grappig dat je dat zegt, want ik denk enkele episodes geleden hadden wij hetzelfde over wanneer het ging dan om muziek. Ja. En dat is zo grappig, van dat zelfs op vlak van influencer dat er ook een zekere... Ja, maar bij muziek is dat ook zo. Ja, maar ik denk dat het meer een mentaliteitsprobleem is, toch? Ik denk dat dat in alles is. En ik denk wel, in muziek verandert het. En hopelijk zal het bij influencers en YouTubers ook zijn van hoe meer het groeit, hoe meer het verandert. Maar ik denk dat mensen nog altijd niet doorhebben van... Ja, als jij 10.000 hebt volgers en ik 10.000 en jij 10.000, ja, dat is 30.000. Ja. En als we dan samen een video maken... Al komen wij maar één of twee keer samen, we maken de taart groter. En als, hoe groter de taart wordt, hoe meer dat we allemaal gaan eten. Ja, maar ik snap ook niet... Allee, doen die dat uit misgunning of zo? Allee, misgunnen die elkaar? Of? Sowieso. Allee, dat is toch... Dat de ene wat een deal heeft gekregen bij wat weet het, Brantano, de andere ja, moet voilà, sowieso. Dan gaan ze van die klein zingen, zijn zo hagra, zo echt zo van... dat is cool voor jou, man, cool voor jou. En dan achter zijn rug is dat zo van... Dat is hetzelfde van, hij heeft een deal getekend bij Top Notch en dan iemand uit de buurt, ah, fuck hem, is hard. Voilà, zo. Van die, dat is allemaal van die kleine dingen, maar op een duur dan blaast dat zich op. Allee, blijft zo... Terwijl ik zoiets heb van, dat is genoeg voor iedereen, man. Dat is er is genoeg doeken voor iedereen. Ja, dat is echt... Maar bij die gedragscode was ook in het gesprek zo, weet je, zo awareness over pesten, zelfdoding, al die dingen. En dan vond ik een moeilijke van, in hoeverre moet jij nu een influencer bijvoorbeeld gaan verplichten om ook awareness daarover te brengen? Maar tuurlijk zijn dat superbelangrijke topics, maar ook niet iedereen heeft misschien die skill om het daar juist over... Het past niet misschien over... bij iedereen perfect om het te duiden of zo, maar ik denk wel dat iedereen dat wel in zich heeft, zo die bewustzijn van, oké, je hebt er denk ik vroeg of laat wel vroeger iets of wat mee affiniteit mee of zo, of mee meegemaakt vroeger, een situatie over pesten bijvoorbeeld of zo. Ja. Ik ben zowel vroeger gepest geweest als een pester geweest. Dus snap je? Ik heb die twee kanten gehad. Dus ik ben dan zo... Ik zou dan in op dat vlak wel zoiets van hebben van oké, ik wil dat wel supporten. Maar ik ga dan bijvoorbeeld niet trainingspakken dragen met zo stop tegen pesten en zo van die dingen. Ja. Dat is dan of weer zo, danspasjes. Ja, of zo van die pasjes beginnen doen. Of zo. Dat is dan weer het verschil dat ik dan weer niet doe. Maar dan zou ik zou wel die awareness creëren of zo, of delen of zo. Maar ik ga niet zo heel fully outfit en zeggen van nee, stop met pesten. Dat weet dan niet zo out voilà, of character. Nee, ik zou dat dan gewoon zo in mijn stijl proberen doen. Of als ze vragen van we hebben een gezamenlijk dansje bedacht, dan zeg ik van oké, mag ik dat dansje doen, maar dan in mijn stijl of op mijn manier. Zo, dan zou ik dat proberen onderhandelen, zeg maar. Dan, ik denk dat als iedereen dat doet, gewoon op zijn of haar manier, dat wel lukt. Nee, natuurlijk. Maar ik denk gewoon, wat ik moeilijk vind is, en dat is ook omdat wij kennen, ik denk iedereen hier, veel creatieve mensen. Er zijn mensen die ook gewoon super grappig zijn, maar dat is hun ding. Weet je, bijvoorbeeld, je hebt ook gewoon mensen die ze voelen zich heel gemakkelijk op hun Insta grappige filmpjes maken en zo. Maar als je die dan op tv uitnodigt en die moet ineens over een super serieuze topic spreken, besef je van, oei, die is super verlegen. Ja. Of die, en dat bedoel ik met... Ik ben zo. ik doe altijd zo zotte shit. En dan zo, als ik zo in echt zo in een tv-studio voor een camera of zo, ben ik wel zo... Ik moet eerst op mijn gemak komen. Zo. Ja, dat is zo te veel pressure, te veel druk. Wel, en dat bedoel ik met... Dat is dan moeilijk voor die mensen. Want ik denk wel eigenlijk vooral net YouTubers en al die mensen zijn net mensen die zo in hun kamer, voor hun camera, net die safe spot hebben gevonden waar ze zichzelf kunnen zijn. En als je die mensen iets gaat opleggen... Niet van, je moet dat doen, maar zo toch wel aangeven van, het zou wel leuk zijn. Een soort guiding. Maar ik denk, omdat dat ook terug in opspraak is met Semi, dan met die hondenfokkers en wat is er allemaal. Ik denk dat is weer zo helemaal opgeblazen geweest. Maar ik denk dat dat zoiets wel goed is geweest als ze zich hadden geïnformeerd over de dingen, over dat fokken dan. Dat dan wel goed was, die guidelines. Omdat ze nu anders de mensen... de mensen... influencen op vlak van koop een hond bij een broodfokker. Terwijl hij dat niet mag. Ja. Dus dat is dan weer wel goed dat je dan guidelines krijgt. Ja, wel. Dus
Dus ik denk dan om te antwoorden op je vraag van is een gedragscode hoe en moet iedereen zich daarin betrekken, mm-hmm. dan denk ik wel, omdat bijvoorbeeld vanaf het moment dat je al, ik denk 10.000 volgers hebt of zo, heel veel jonge mensen en ook jonge kinderen gaan je volgen. Dus ik mm-hmm. denk dat je daar op een of andere manier, of het nu subtiel is of via dansjes of zo, of via campagnes, ja. dat je daar wel je bewust van moet zijn. Want als we dan terug gaan kijken naar wat dat Semif gedaan met die hondenfokkers, als daar echt een guideline zou geweest zijn, denk ik niet dat dat zou gebeuren. Ja, zijn. Voilà. Of die had zich beter geïnformeerd of ja. zo. Mm-hmm. Of die weten, of die hadden misschien gezegd van ja. stop me, of dit zijn de gevaren. Ja. Of zo, dan hadden ja. andere ja. mensen misschien ja, beter. Voilà, dan denk ik wel. En bijvoorbeeld ook zo van die YouTubers, ik weet niet of dat ja, in België gebeurt, maar ook zo bijvoorbeeld zo bodyshaming en zo doen. Dat is ja. gewoon alleen ja. mensen uitlachen. Ja, ja, ja. Snap je, ik bedoel? Dus... Nee, maar dat is ook weer die grens, hè, van wat is uitlachen en wat is lachen, zo als ja. comedian zijnde. Omdat ja. datzelfde als ik mopjes maak over mijn cultuur en zo, dan heb ik sowieso mensen die dat grappig vinden, maar je hebt dan ook mensen die dat niet grappig vinden. Dat is zo altijd die grens zoeken ja. van... Ja. En dat is soms ook te veel. Dan weet ik ook niet van, oké, ja, maar wat mag ik en wat mag ik nu niet? Juist. Wat vind ik grappig en wat vind ik niet? Allee. Ja, klopt. Daarom, we hebben het allemaal over inderdaad van hoe noodzakelijk of goed het zou zijn. Maar dan beginnen we ook de vraag te stellen, wat zou je precies als gedragscode zeggen? Je kan bijvoorbeeld mensen al beletten van, op moreel vlak, wees bewust wat je doet. Maar ja. zelfs dat is ja. ook verschillend per persoon. Het enige wat ik wel, ik moet er ineens aan denken... Waar ik soms aan denk, als ik zo, want ik volg ook veel Nederlandse rappers en artiesten en zo, je ziet zo Lil Klein en Boef en zo, die posten constant zo van die aandelen, dingetjes, cryptocurrency shit en zo, en telefoondingen en van die call centers en van die fucked up shit. Bij hun denk ik echt van, wow, daar moet er wel mee opletten. Je hebt keiveel jonge gasten die ik weet niet hoeveel spenden om die artiesten te zien en alles te doen om maar zo dicht mogelijk bij hun te staan, dan vind ik dat wel gevaarlijk om in zo'n situaties. Want dat zijn echt wel... Allee, je weet niks van cryptocurrency. Laat staan, allee, die kan wel zeggen van het is een long-term plan en over 5 jaar heb je sowieso winst. Die jongens weten dat niet. Ja, dat is echt gevaarlijk. Klopt. En dan heb ik zoiets van... Amai, ik zou dat echt nooit doen, maar ik snap wel dat mensen van 12, 13, 14 jaar wel zoiets hebben van oh, wauw, mama, ik ga jouw creditcard nemen en ik geef €100. Ja, dat ja, klopt. Ja, sorry, maar dat laat me ook zo heel spontaan ook denken van wat er eigenlijk vorige week of 2 weken geleden heel die heisa rond onbespreekbaar, dat zij eigenlijk ook niet de persoon zouden moeten zijn om psychologische dingen te geven en zo, snap je? Dus ik denk... Inderdaad, zoals dat je zegt, mensen met een groot bereik moeten gewoon oppassen, want... Allee, die... Ja, op een vroeg of laat kantelt dat ineens en dan moet je dat goed counteren of niet. Want, ofwel moet je daar een professional zetten die alles weet over cryptocurrency of over psychologie, ofwel moet je dat gewoon... Juist. Want die werkt dan samen met een gast die cryptocurrency doet, maar ik ken die gast totaal niet. Als ik zijn profiel check, is privé, maar dus je weet niet wie dat is. Een beetje dus, dan. Is een beetje, dan ik heb dan zoiets van... dat is zo... want, allee... Travis Scott bijvoorbeeld, ik ben er fan van. Jullie zijn er denk ik ook wel fan van. Fuck hem. Inderdaad. Fuck hem. If you watch Travis, fuck you. I'm still waiting for my pants, you motherfucker. Maar dat zijn zo'n dingen, want ik heb merch van hem besteld voor €400. En ik wacht nog altijd op mijn broek, al 6 maanden. Dus dat zijn van die dingen, je zet fan van die en die brengt zo exclusieve merch uit en je koopt dat dan, maar je zoiets zet van, dat is wel dope. Ik ben sowieso van de guy van qua mode en zo, outfits en zo, vind ik altijd cool. Ja. Ik zoiets heb van, oké, dat is nice, ik ga dat kopen, kost €400. Je betaalt dat en dan wacht je maanden lang en dan stuurt je mailtjes en dan blijf maar wachten. En dan merk je ook, oké, ik zie op Twitter dan, dat is precies bij iedereen zo het geval. Die heeft dan zo, ik weet niet hoeveel mensen laten bestellen om dan in China waarschijnlijk te produceren en op te sturen. Maar dat zijn machines, hè. Die weten gewoon van, ik ben populair en ik heb die dingen, ik heb die macht om u te laten betalen voor mijn merch. By the way, ik heb geld teruggevraagd ook. Heel belangrijk. Ik moet het al niet meer hebben. Ze hebben mij nu complimentair wel nog merch opgestuurd, maar dat is toch wel... Ja. Te laat. Maar dat zijn zo van die dingen dat je zoiets hebt van, oké, dat is wel jammer. Omdat je weet, je bent fan van een bepaald artiest of persoon. En je doet dan dingen voor hem of haar, omdat je weet van, oké, ik ga dat supporten en ik koop dat, omdat ik vind dat gewoon dope. En dan krijg je gewoon niks terug. Of je weet van, oké, ze pakken daar queen. Ze denken alleen maar aan cash en niet per se aan de fans, zeg maar. Ja. En misschien nu die andere kant, omdat we het net over fans hebben en fans hebben of fans zijn.
Nu met alles wat jij doet en ook gewoon het DJ'en, weet je, clubs, festivals, jij komt op heel veel plaatsen. Ja. Je bent ook op tv gekomen, veel mensen beginnen je kop gewoon echt te kennen. Ja. Heb je het al meegemaakt dat mensen ook zo, weet je, zo gsm bovenhalen en zo? Heel subtiel naar je filmen van, joh, ja. Ja, dat wel, maar aan een vraag gewoon zo. Maar ik ben iemand die, ik heb zo een bitchy resting face, zo, snap je? Ik ben echt zo mokro, ik ben altijd gewoon zo. Als niemand in mijn buurt is, of ik ben een zetel of zo, of ik ben gewoon in de winkel, maakt niet uit. Mensen zeggen vaak van, ik ben echt geïntimideerd. Omdat ik kijk gewoon altijd zo vrij boos en neutraal. Het is niet dat ik altijd zo rondloop. Dus als mensen mij filmen, dan zeg ik, meestal zeg ik dan ook zo, voor wat zeg je aan het filmen? Maar ik bedoel dat niet zo, maar dat komt zo over van, what the fuck zit je aan het doen? Maar eigenlijk, je beseft dat niet van dat mensen. Maar meestal vraag je dan gewoon van, als je een foto wilt of filmen, geen probleem. Doe dat maar gewoon. Maar het is niet dat ik zo die attitude heb van, oh nee, niet filmen. Ja, face no case. Of wat als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, een hele harde, zware nacht gehad. Je komt zo straalbezopen naar huis en iemand filmt je. Ja, wat ga je dan doen? Ik zei het sowieso niet, dus ik ben altijd safe. Ik weet meer dan die persoon die je filmt. Dat is goeie, altijd goeie, gevaar. Goeie. Dat is haar goeie. Maar wel eens, ik heb wel een paar keer meegemaakt dat ik zo met vrienden aan het babbelen ben en zo. En dat er gewoon zo zatte mensen gewoon naar mij toekomen en mij direct vastpakken en zo foto's beginnen trekken. En zo met mijn vriendin en zo foto's beginnen trekken. Dan heb ik wel zoiets van, hij vraagt daar gewoon zo. Ja. Ik ben een beetje, het is een beetje, gewoon... ongemakkelijk ook, want je hebt ook vrienden die wij goed kennen, die hebben zoiets van maar wij hoeven niet mee op de foto of zo. Of met familie of zo, je zit dan ergens op een terras of zo, dat hoeft niet. Als ze het vragen, geen probleem, maar zo gewoon random. Ik heb daar gelukkig ook niet te veel last van of zo. Ik ben niet op dat level dat ik zo constant... meestal is dat ook gewoon echt geen probleem. En in de clubs, ik kan ondertussen al na zoveel jaren in het nachtleven wel echt goed overweg met zatte mensen. Ik weet perfect hoe dat je moet channelen. Ik kan heel goed gewoon... Maar dat is echt wel een skill, hoor. Ja, maar dat is echt inderdaad echt een skill. En soms ben ik ben niet altijd vredelievend. Soms ben ik echt gewoon... Fuck off, zeg ik gewoon een vlak af. Maar ik ga gewoon weg, want je zegt te veel aan het zagen. Of je bent gewoon dronken, of I don't care. Stop met zagen. Zeker als ze zo'n request komen doen, zo DJ-dingetjes, dan zeg ik gewoon weg. Hé bro, draai je Popsmoke voor mij, man. Ja, nee, maar ze komen gewoon altijd zo met hun gsm. En mijn ding is, ik pak de gsm af en ik draai verder. Dus dat is gewoon heel split second. Hè. Die komen zo en ik ben gewoon zo aan het draaien. En dan zijn ik hier, pap, en ik ben gewoon verder aan het doen. En mijn vrienden die weten dat ondertussen, dat ik dat altijd doe. Dus die kijken altijd naar, die proberen dan die persoon te filmen. Omdat je die reactie dus echt zo... Die weten niet wat er is. Want zeker als ze dronken zijn, die weten totaal niet wat er gaan is. En dan zo, meneer. En dan doe ik zo meestal 2-3 songs en dan geef ik de gsm terug en zeg zo van, je moet dat niet doen, man. Ik ben gewoon bezig. Sowieso, al is dat een goede track of zo, dat komt dan sowieso wel aan bod. Maar allez, laat de DJ gewoon zijn ding doen en dan komt dat wel. Hoeft niet per se om het uur een liedje aan te vragen. Ja, alsof je een jukebox bent. Ja, maar omdat jij in de mood bent van, ik wil dit of voor mijn verjaardag, dat komt sowieso wel aan bod. Je hebt 5 DJ's op een avond. Ja. Uw song gaat wel komen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je iedereen... aan het dansen krijgt en niet per se die persoon, omdat die dat wil of zo. Ja. Ik had eigenlijk een vraagje over, want je begint er zelf over, zo die checklist, maar dan op Studio Brussel. Je maakt er altijd zo'n... op Instagram plaatst die altijd. Ja. Hoe maak je dat eigenlijk, zo'n checklist? Want je ziet heel veel, bijvoorbeeld Nederlandse muziek, Engelse muziek en Engelse muziek. Hoe dat ik er eigenlijk aan begin, is het voordeel bij mij is dat ik vrijdag nacht draai, dus zaterdagochtend is al... Ja. Op vrijdag is er altijd nieuwe muziek. Ja. Dus ik begin ook pas op vrijdag met mijn voorbereiding. Dus om 's ochtends is dat gewoon, kijk ik op alle blogs en releasekalenders en zo, wie dat er allemaal heeft uitgebracht. En dan beluister ik die tracks en dan degene die ik cool vind, die koop ik dan. Of ik krijg ook veel promos van labels. Dan check ik die ook op voorhand of zo. Of je kunt soms een paar dagen op voorhand, als je zo ook op Instagram of zo, ziet je zo heel veel van die artiesten of zo van die... academics, worldstar, dingetjes, blogs, ziet je allemaal artiesten die hun muziek gaan droppen of zo. Dan weet je op voorhand al van, ik moet dat even in het oog houden. Dan weet ik al van, ik ga dat checken. En dan zo bereid ik eigenlijk mijn show voor op die manier van zoveel mogelijk nieuwe muziek. Wat dat wel intens is, omdat je wel pas laat aan je voorbereiding kunt beginnen. Dus soms ben ik echt wel pas net op tijd
Of denk ik niet, of dan bijvoorbeeld denk ik niet te lang na over de overgangen of zo. Ja, omdat ja, ik weet ja, van oké, okay, ja. Ik heb die tracks en dan, I don't know, okay. Ik babbel wel iets of zo. Ja. Maar ik heb wel in mijn achterhoofd dat ik wel nog een paar shows ga maken met echt zo tracks van die uitgebracht zijn 2000, 2005, okay. 2010 of zo. Ja, van de tijden nice. Dat ik uitging. Dat is hard. Echt zo terug naar die oude rappers zo. Om eens te kijken zo wat dat geeft. Ik ben wel benieuwd wat dat gaat. Want ik ben zelf nu aan het zoeken van in mijn geschiedenis. Zo van oké, okay, wat heb ik hier allemaal vroeger eens gedraaid? Of wat heb ik vroeger in de club altijd gehoord? Wat was toen de shit? En ja, man. Dus en, wel nice. En allee, was dan uw all-time favorite van die tijdperk? Goh, dat zijn er veel eigenlijk. Ik weet, er zijn tijden van Timbaland die altijd de shit uitbracht. Dat was de ene en de andere. Dan had T.I. ook zo. Ja, T.I. was hard. T.I. was de guy. Was, die heeft die een paar... ja. You can have whatever you like. Ja, dude. En allee, dat liedje met Rihanna, ik even vergeten, maar... What, live your life. Ja, deze zo. Maar is ook een vraag voor u eigenlijk. Omdat ik heb zo het gevoel dat er zo de laatste jaren heel veel DJ's zijn bijgekomen. Of zo. Ja. Ja, op wordt zich, het niet onderschat? DJ zijn. Oh, DJ zijn is heel makkelijk, zeg ik altijd. Dat is ook zo. Ja, ik vind dat ook. Ik vind bijvoorbeeld, je kent mensen die een heel goede music taste hebben. En ja, zo. Want je moet eigenlijk twee factoren hebben. Je moet een goede kennis van muziek hebben en je moet een goed gevoel hebben voor muziek. Okay. Voor allez, je overgangsjes en techniek en zo. Ja, ja. Maar het DJ, de dingen, techniek zelf op zich, je hebt zoveel methodes om dat te kunnen leren. Tegenwoordig, je hebt gewoon een controller of een iPad nodig en je kunt al DJ'en. Maar dat wil niet zeggen dat je dan een echte DJ zet. Dat... Ja. Een oudere generatie gaat zeggen, nee, real DJing is vinyl en oldschool scratch, double drop en scratch en blablabla. Terwijl die jeugd van nu, dat is gewoon, die kopen een controller van Pioneer en die sluiten hun laptop aan en die zijn ook aan het DJ'en. Het is gewoon uw muziekkeuze en zo, dat maakt uw DJ, hoe dat je draait in keuze van muziek en het gevoel en hoe dat je het opbouwt en zo. Ja. Dat is ook, je hebt een opbouw, je hebt een piekmoment en je cooldown en zo. Het is hoe dat je dat verhaal vertelt naar je publiek toe, dat is het DJ zijn. Maar techniek op zich... kan iedereen zomaar leren. Allee, we hebben nooit controllers of zo thuis gehad, omdat we konden dat ook niet echt kopen, we hadden ook niet het geld voor. Mm-hmm. We hebben dat altijd gewoon geleerd in een café waar we werkten. Dope. Na de uren mochten we daar zo altijd oefenen en dan hadden ze gevraagd van oké, willen jullie draaien? Oké, cool. Mm-hmm. Ja. En zo is dat zo'n beetje begonnen. Ja. Netjes. En mijn pa, ja, die heeft wel heel veel vinylplaten en zo, dus daar haalt mijn broer heel veel samples uit. Dus dat is, uiteindelijk werkt dat, is dat het verhaal zo wel rond. Mm-hmm. Maar DJ'en op zich, ik vind dat ook niet erg dat er heel veel jongeren meedoen of DJ worden of zo. Ja. Dus op zich is dat wel cool. Want je gaat uiteindelijk wel zien wie dat het gaat maken of niet. Want het publiek beslist sowieso altijd of dat je DJ zet of niet. Je moet er gewoon zelf in blijven geloven en je ding blijven doen en je tijd erin steken. En turntablist, daar heb ik nog altijd veel respect voor. En die zijn er ook nog altijd, want dat is echt wel een skill. Dat noem ik ook wel echt DJ, omdat dat kan ik bijvoorbeeld niet zo echt zo constant, zo scratch eigenlijk zot. Dat moet je wel echt kunnen. Dat zou ik nog wel willen kunnen. Het is niet alsof je zou denken van dat DJ's en turntablist en het vak daarvan soort van minder serieus genomen wordt door die rotte appels. Ik denk het niet. Je hebt er nu ook veel... DJ-scholen, hè? Mm-hmm. Die opgestart zijn en die lessen geven en zo. En je merkt dat dat altijd volboekt is, die lessen. Je hebt andere DJ's die ik volg, die ook ineens lessen beginnen geven en zo. Dat is gewoon een markt. Het is helemaal veranderd. Gelijk nu hip-hop op één staat en vroeger was dat de punkrock. Ja. Dus alles is veranderd, die markt. De bands zijn ook aan het veranderen naar DJ's. Als je kijkt op festivals, dat zijn dat de supersterren. Nee. Geen gitaarmuziek meer. Nee, het is allemaal... Eindelijk. Ja, het is veranderd. Het is our time now. dat is wel zot. Dat is wel zot. Dat is dope. Ja, ja. Jay had het over rotte appels. Ja, dat is een heel mooie segue. Die Jonah Gold appels. Ah. Omdat we het daarnet ook hadden over of mensen die filmen en zo. Ja. Ja, ik denk dat iedereen het hier wel kent. Hè? Het filmpje van... Moet ik daar rekenen? Moet je daar rekenen? Ga je Rona golden? En ik vind eigenlijk ook... Ik vind wel ik wil echt een goed verhaal, omdat... Die video heeft me echt gekild. Ja. Broer.
die video gewoon op zich heeft mij gekild. En dat heeft mij ook zo teruggebracht naar... Ik ben in Aalst opgegroeid en ik dacht meteen van... Ik herken deze situatie. Ik herken dit gewoon. Ja. Weet je, zo zaterdagavond gefrustreerd, broer. Ja. Zijn vrouw heeft hem naar de winkel gestuurd. voor Jona gewoon appels. Ze zei geen appels, broer. En het is gewoon die dag. Druppel. Ja, die dag hoeft het niet. En ja, man. Pet en kabel. Maar dan... Ja, die video wordt superveel gedeeld. Ja. En dan komt die man met het verhaal van... Ja, man, nu heb ik ruzie met mijn hele familie. Ja, ik heb deze mooie gelezen. Ja, dat is wel zo. Maar dat is natuurlijk weer gevaarlijk. Hè? Iedereen heeft dat grappig en dit en dat. En jij lacht er zelf ook mee. Maar op een duur... Ja, ik begon op een duur wel zoiets te hebben van... Oh, garme zo. Echt zo van... Shit. Dat is echt zo... Die is echt viraal gegaan. Nederland is die ook zo. Dat is echt crazy. En dan heb je wel zo even het moment van... Ah, damn. Maar ja, langs de andere kant... Had hij zo mogen uitflippen of zo? Maar ja, je weet dat niet in welke situatie dat hij is. Dat is het moeilijke. Voilà, voor hetzelfde geld zit jij ook ergens op een bepaalde situatie. Je zit ook helemaal para aan het worden. En je weet niet wie dat er aan het filmen. Tegenwoordig het is ook een cultuur van alles moeten we filmen. En zo. Dus het is echt zo, je moet voorzichtig zijn. Dat is weer die grens van oké, wat mag er gefilmd worden, wat niet? Mag je verspreid worden? En dat is ook gisteren was ik met iemand aan het spreken en die zei van, ja, maar... Het volledige verhaal zal zijn dat die vrouw eerst eigenlijk tegen hem zegt van... Ja, je kunt toch zien dat er geen zijn. Ja. Ik weet niet of dat waar is, ja of nee. Maar dat ziet je natuurlijk niet in de video. Nee, voilà, wat gaat er aan voor? Ja. 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 En ik kan me wel inbeelden als ik vraag van... excuseer, zijn er nog Jonagoldappels? En die zegt van, je kunt toch zien dat er niet zijn? Ja, misschien reageer ik ook mee. Inderdaad. Ja, sowieso. Ik zou gewoon... ik zou geknakt zijn. Dat is inderdaad zo. Dat zijn van die situaties dat waar ik mezelf wel laat vangen, ik kan er niet tegen als mensen zo bot doen tegen u of zo respectloos of zo. Zonder enige reden. Dat zou bij mij, ik zou dan ook kwaad zijn. Ik zou niet zo flippen, maar ik zou wel subtiel iets, ik weet niet, kapot maken of zo. Recht zo omver gooien. Gewoon subtiel zo met de schouders zo. Iets doen. Gewoon om zo even die woede uit te halen. Zo. Maar ook gewoon het feit van die vrouw, zeg maar, die medewerker van de Aldi, zij was ook gewoon subtiel. Zijn ze ook aan het roepen, ja. Dus sowieso is daar iets gebeurd. Ja, voilà. En ook gewoon de vrouw zelf die filmde. Ik denk niet dat zij enige idee had van, ja, dit gaat viraal gaan. Dat is gewoon van, oei. Ook een fietsje in de Aldi, laat ik het filmen. Ja, dat is vaak, maar dat gebeurt. Dat is ook zo bijvoorbeeld, die vrouw inderdaad, misschien is dat zo de eerste keer in 3 jaar dat hij zoiets super geks meemaakt. En je denkt van, oh shit, what the fuck. Ja, ja. Want die denkt ook misschien van, gaat er hier gevochten worden of zo? Nee, ik moet het filmen. Die zit online van, mensen, kijk wat er is gebeurd. En die video gaat super viraal. Ja, man. Dat is wel zot, hè, dat je nu in deze tijd, ik herinner me vroeger op school of zo, als er vechtpartijen of zo waren... Dat was gewoon een vechtpartij. Ja, je moest dat gaan vertellen. Je moest dat gewoon vertellen. Oh, dat was een zware vechtpartij. Terwijl als je nu een vechtpartij hebt, je hebt sowieso 20 gsm's rond je. Ja. En dat is een heel rare mentaliteit. Dat je zo als eerste reflex, als er iemand bijvoorbeeld gewond is of zo, dat je gsm neemt in plaats van die persoon te gaan helpen. Of zo. Dat is wel een rare... Ik had dat in, iedereen is journalist. Voilà. Ik had dat in het eerste jaar in journalistiek. Ik weet niet of ze het bij jou hebben gezegd, maar bij ons zeiden ze van... Vanaf vandaag, dat is zo de eerste lessen. Hè? Vanaf vandaag, als er een auto-ongeval is, gaat je niet meer als eerste gaan helpen, maar haalt je je gsm boven om als eerste het nieuws te hebben. Ja. En toen wist ik eigenlijk al van, ik ga deze opleiding niet afmaken. Ja, maar ik denk dat ze dat vooral figuurlijk bedoelde, van allee, wees altijd alert met nieuws en zo. Ja, maar alleen is het wel zo dat het inderdaad zo is. Als er iets gebeurt, inderdaad wel die mindset is, van... De mensen hebben nu zo eerst iets van, we gaan dat filmen. Mm-hmm. Terwijl... Ik word er onnozel van als ik op de snelweg rijd en er is aan die kant een ongeval gebeurd dat files. Hier traag is, omdat iedereen een filmen is en foto's aan het trekken. Daar word ik onnozel van. Ja. Ik snap dat niet. Je kijkt, ik kijk wel, ik zie van, oké, er is een ongeval gebeurd, maar ik ga niet zo, wow, check this, man. Een livestream. Kijk wat er is gebeurd. Dat is echt heel raar. Ja. En ook natuurlijk, wat het gesprek nu ook is inderdaad gewoon de privacy van die persoon zelf. Ja, nu is dat is ook heel harder dan vroeger. Vroeger was het ook anders. Nu is dat inderdaad ook zo... Je kunt al rapper iemand aanklagen omwege van privacy, wat die man ook heeft gedaan, denk ik. Dus dat is wel... Maar ik denk dat mensen er weinig bij stilstaan op dat moment zelf. Dat ze gewoon het film zijn. Ze sturen dat door naar een paar blogs of naar vrienden. En voordat je het weet, verspreid dat. En dan zit... Ja, je weet zelf niet van, oh shit, je beseft dat nog niet. Ja. Totdat die persoon, als hem dat doet, klacht indient, dan zijn ze wel gejost, maar anders... Klopt, het is meteen plotseling zo'n reflex geworden dat niet meteen
tegen morgen eruit gaat. Nee, nee. Alles wat op het internet staat, gaat op het internet. Zo simpel is dat. Maar het is ook echt die reactie, bijvoorbeeld... Ik zal jou nu als voorbeeld nemen. Hij gaat binnenkort vader worden. Mm. Waarvoor proficiat. Ja, proficiat. Ja, maar, hey. You did it. I did it. Allemaal mijn verdiensten. Shout-out mijn vriendin om die even in die buik te houden. Maar. God, yeah. I did it. Dus trouwens, ik doodlachte dat je dat filmpje hebt gedropt van zo de korte... De korte. Ja. Ja. Die was echt geinig, man. Of zo die video van... Ja. Dat was ook mijn reactie in het echt. Oké. Nee, maar dus inderdaad, om daarop terug te komen, is, zoals je zei daarnet, van nu, ik reageer daar wel chill over, soms frustreert me dat wel. Maar dan te denken van, binnen x aantal maanden, loopt jij misschien met je baby rond. Ja. En gaat u dan misschien 100 keer zwaarder frustreren. Ja, dat weet je niet voor, maar dat kan inderdaad wel zo zijn. Je gaat meer beschermen. Ja, dus voilà. Sowieso gaat het sowieso beschermen. Ik ben al beschermend over mijn kat, dus laat staan dat als er een baby komt, dat ik ga zijn. Maar ik denk sowieso dat ik dat reflex wel ga hebben. Dus als je een kind krijgt, later ook voor jullie, dan gaat dat ook hetzelfde zijn. Ja, van, okay, ja Jay heeft nu wel baby, kinderen. Goed begonnen, bro. Nice. Vader toch. Ja. Hoeveel babymamas? Jay is ook 52, maar you know. Oh, damn. Black don't crack, you know. Don't crack. Goddamn, man. Hey man, shit, ik haat jou echt wel. En welke producten gebruik je dan voor het huid en zo? Oh ja, ik doe gewoon exfoliating en zo. Shea gewoon, butter. Ja, zo om de 2 dagen. En, Hij drinkt ook zo kokosnootmelk en shit. Ah, zo'n shit. Almondmilk. Ik doe een bad met kokosmelk. Zo, elke keer. Een goede muntthee drinken, dan word je echt gehydrateerd. Okay. Ja, maar we nu toch over eten bezig zijn. Nee, maar ik wil eigenlijk eerst gewoon een laatste vraag stellen. Okay, stel dat jullie in die situatie zouden zitten, dat jullie, ik weet niet of om een of andere situatie, jullie zouden flippen. Zouden jullie, zoals die man, ook gewoon die vrouw dan aanklagen omdat die u filmt? Of, Ik denk het wel. Ik denk dat wel gaat doen. Ik denk het wel. Ik persoonlijk, de brave persoon die responsible moet zijn voor de samenleving zou een klacht indienen, maar de mokro in mij zou die vrouw opzoeken, zou je echt kapot maken. Echt, dat blijft in uw bloed. Ja. Ik weet niet hoe dat is, maar bij mij en bij mijn familie, we zijn heel rap opgejaagd. Ja, ineens. Ja. Ik denk dat ook zo'n beetje in ons bloed zit. Ik ben zelf ook Noord-Afrika. Als mijn vriendin meekomt naar huis... Aan tafel, we zijn met familie aan het eten, dat is constant lawaai aan het roepen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we ruzie aan het maken zijn. Maar dat lijkt gewoon, als zij als buiten staan, dat lijkt alsof van, die zijn echt zwaar aan het brassen. Constant lawaai. We hebben dat ook met de boys, weet je, we praten zo in de keuken over voetbal. Super laat. En we zijn met 6, 7 en weet je, moeder komt zo al lopend binnen van, hey, wat gebeurt er hier? Ah, Neymar. Hij praat over Neymar. Dat is het gewoon in nu. En dus wel, want ik zeg het, ik ben geen heilige of zo. Het is niet dat ik zeg van, ik heb nog nooit in mijn leven gevochten, ik ben nog nooit uitgevlogen tegen mensen. Natuurlijk wel. Maar ik maak vaker, zeker in het verkeer of zo, ik maak vaak ruzie met mensen in het verkeer. Ik ben een goede chauffeur, maar de rest niet. Dat is gewoon een bottom line, sorry. Ik begin dat ook zo niet te krijgen. Zo, echt zo met de jaren dat ik zo rijd, begin ik ook. Ja, ik ben gewoon... Ik stap uit, too precious. Ik rijd niet. En mijn vrienden zeggen allemaal van, wacht, wanneer dat gaat beginnen rijden, gaat jij ook zo... Dan weet je, die frustraties op een duur, je begint echt zo gek te worden in je buurt. Zo, maar, middenvakrijders. Ja, vooral zo van die mensen. En je begint dan zo te flashen, dus je gaat aan de kant. Ineens rijdt hij hard of zo. En begint hij zo met je te spelen. En denkt van, dat doe ik dan niet mee, maar ik weet dan gewoon van, doe dan niet onnozel, ga gewoon aan de kant, omdat ik flash, ja. Ja, man. Maar ik ben niet zo iemand, ik rij gewoon goed, vind ik, van mezelf. Maar soms heb je chauffeurs die daar minder goed rijden. En botst dat. Of mensen die zeggen, die zo naar u beginnen kwaad worden, omdat die zeggen van, kent je regels niet, bla, bla, bla. En ik ben dan zo chill, ik zeg, bro, kijk naar de borden en je ziet wie dat de fout heeft. En dan begint je gewoon zo rustig, maar op het moment dat die zo begin uitstappen, dan stap ik ook uit. Dan zeg ik ook gewoon, kijk, we gaan rustig gewoon... Het is niet dat ik zo begin straks. Dat niet. Maar uitstappen is... Probeer gewoon de discussie aan te gaan, dat ik weet van, oké, als er zo'n persoon is die niet voor reden vatbaar is, en die weet van, oké, nee, ik ben hier juist, dan laat ik het los. Oké, ik rij dan gewoon door. Maar vroeger was dat erger dan nu. Nu is dat met mijn vriendin, die houdt me echt rustig. Die zegt chill op dat vlak. Die zegt dan...
Dus je zitten niet naar buiten. Oh, die gaat. Die gaat naar buiten, oké. Het is weer zover. Het is weer zover. Maar dus nu, ik moet wel zeggen, het is lang geleden dat ik nog naar buiten ben gestapt. Wel, de laatste keer dat ik ruzie had was met een pizzacourier. Ik ken die brommertjes, die zijn ook loco. Dat die rijden soms. Ja, dat is irritant. Zo, en je hebt zo, dan juist zo'n nieuwe auto, je zit zo rustig aan het rijden en die doen zo zot. Ze denken het is niet voor speed. Fietsers, broer. Ja, fietsers, juist hetzelfde. Nee, fietsers is het ergste. Oh, joh, fietsen. Maar in Gent is niet normaal. Hè. Maar broer, dus... Ja, maar dus Gent denkt ook dat ze zo Amsterdam zijn of zo, ja, voor een of andere reden. Ja, maar niet eens zo van die stadsfietsers. Ik heb het echt over die koers. Echt zo die coureurs. Ja, ja, die, ja, ja, ja. Broer, je hebt een Hansestraat en meer dan de helft nemen zij in. En jij moet wachten totdat zij dan draaien of... Ja, broer, ik word gek. Ja, dat is gek, broer. En, wel, en dan is het nadeel om Noord-Afrikaan te zijn, omdat je dan je bloed kookt veel te snel. Terwijl een gewone Vlaam met mijn vrienden is gewoon heel rustig. Van, ja, ik blijf rustig achterrijden. Ja, ik zou wel lang zo draaien. Ja, man. Oh, ja. Waarom dat we daar net snel eten lieten vallen en je hebt het over jouw Marokkaanse afkomst. Tunesische afkomst. Ah, en in je podcast, in de benaming... Tajin Talks. Ja. Wat ik eigenlijk eens vragen van, wie heeft de beste tajin? Ik weet... Dat is een domme vraag, bro. Domme vraag. Heb je onze tagine al geproefd? Nee, omdat ik gewoon weet dat die van ons gewoon de beste is. Ja, broer, maar kijk, dan zou ik zeggen... dan zou ik zeggen van proef die. En dan zal uw mening wel... Oké. En van wie is de tagine oorspronkelijk? Oorspronkelijk is het denk ik wel van... Ja. Van, maar ik denk gewoon Noord-Afrika. Ja, gewoon, ja, dat is gewoon... Ja. Je hebt er verschillende soorten en manieren ook, hoe dat ze het maken en een soort pot en zo. Dus. Ik denk vooral bij jullie is het zo een beetje de gele saus. Hè? Jullie gebruiken heel vaak zo de gele saus en wij gebruiken zo de tomatensaus, dus zo de rode saus. Omdat dat zo, wij hebben invloeden van Italië. Italië is net boven ons. Okay. En dat is gewoon geschiedeniskundig. Hebben wij heel veel invloeden, terwijl dat jullie wel dan eerder die... Wij zijn origineel en zij kopiëren. Maar wij eten wel echt pikanter en jullie eten heel weinig pikant. Bro, heb ik verstaan. Ik wil nu een spicy wedstrijd met u doen. Weet je hoe pikant ik kan eten? Is dat? Ja, man, dat is niet normaal. Oké, ik kondig het hier aan. We gaan een format lanceren met Hakim Spicy Food. Laten we afspreken dat wij in de zomer, inshallah, als het al terug goed is met dingen, dat we nog eens een episode doen. Ja. En dat we dan gewoon, dat ik uw tagine ga proeven. Okay. Je mocht spicy maken, is fuck. Komt goed. Ik ga dat eten. Ik ga wel meeproeven. It's on camera. It's on camera. Ik ga wel meeproeven, man. Ja, sowieso. Sowieso. Ik doe mee, amen. Nee, sowieso, man. Maar de couscous, dat is echt wel van ons. Goh, ja, misschien wel, maar misschien hebben wij dat dan weer verbeterd. Valt te zien, ja. Valt te bang, zien. Bang! Ja, het geweldig, want Wassim probeert altijd zo diplomatisch te blijven. Ja, diplomatisch. Ja, misschien de honing onbeleefd. Ja, maar ik zeg gewoon bij school. Nee, die man is beter. Maar het is gewoon niet onbeleefd zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. En, maar er zijn gewoon wel bepaalde zaken dat ik... Laten we anders over het algemene... Wacht, ik zal het zo zeggen. I'm gonna fire another shot. We zijn, dus van ons is allebei heel goed. Mm-hmm. Het is gewoon Turks eten is echt slecht. Wat Turks eten, ja. Bro, die een thee, dat noem ik zelfs niet thee. Wat de fuck is dat? Bro, dat is te zoet. Bro, heb je het al geproefd? Ik heb jullie al geproefd, zo'n Turkse thee, maar super zoet. Mooi, dat is echt zoet. Bro, dat is niet normaal. Nee, dat niet. Bro, je hebt zoet en Turks. Ja. Dat is echt niet normaal. Ik had vroeger een Turkse leerkracht. We gingen altijd zo, op vrijdag gingen we dan naar de moskee. En dan was dat zo, nog thee drinken. Ik kon dat niet, jong. Bij ons, ik dacht dat het bij ons al zoet was. En dat was echt... Wow, dat was echt zo crazy, man. Ja. En zij drinken thee met iets zoet er nog bij. Ja, voilà. Dat is echt zo... Ja, we gaan dus Turkse gast moeten uitnodigen om dit te kunnen ontkrachten. Want... Ja. Maar ik denk bedoel, Turken of Noord-Afrikanen in het algemeen, alles is wel zoet, man. True. Ja, dat wel. Zeker. Ik weet nog wanneer jullie suikerfeest vieren en ja, zo. Ja, dat is waar. Weet je, jullie delen met iedereen toch? Dus Yassin kwam bij mij thuis. Hij zegt, Frangin, mijn moeder heeft gezegd van ik moest aan jullie geven en zo. Broer, dag later lig ik in mijn bed zo, of diabetisch. Ja, jullie geven suikerbomen te veel. Ja, maar het ding is ook, ik weet niet of jullie dat weten, maar dus Noord-Afrika, in de wereld hebben wij wel de meeste diabetisch. Ja, dat is toch normaal? Maar dat is super crazy, want het ding is... Broer, hebben jullie bakkerij gezien in Brussel, broer? En voor je croissant is... Ja, man. Het is vol met suiker. Ze noemen het gewoon croissant, maar het is vol met suiker. Ja. Maar het ding is ook bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie dat ook hebben in Marokko, maar zo de Fanta of zo de cola is anders. Dat is in heel Afrika, by the way.
Die kleur, ja. Dat is gewoon chemisch precies. Ja. Ja. Holy shit. Dat is overal in Afrika. Meer zaken. Ja. Dat is overal in Afrika. Ja. Zo die Fanta is super oranje. Ja. Super oranje. Ja. En dan krijg je ze op je tong. Zo. Ja, man. Die oranje. Die tinteling. Ja, ja. Maar is ergens niet fucked up? Dat die door die Fanta's en die cola's zo. Waarom is er daar ineens meer suiker of zo? Ja, omdat ze daar. Allee, hier heb je zo die Europese richtlijnen dat je zo moet volgen van een x aantal suikers of zo. En ook ingrediënten die erin mogen. Ja. In Amerika is het bijvoorbeeld ook hetzelfde met hun suikersgehalte. Ze zijn ook vrij hoog daar. Maar die, als je daar naar de McDonald's gaat en vraagt een kleine menu, die beker dat je krijgt van cola, dat is normaal. Dat is gek. Dat is crazy. Dat zijn andere maten. Ja, man. Ik heb wel zoiets van, ik snap dat daar zoveel obesitas is. Ja. Want uiteindelijk van het volk. Ik vind dat wij als mensen, wij consumeren wat we hebben. Mm-hmm. Hoe meer je hebt, hoe meer je consumeert. Ja. Dat is iets raars. Hè? Als weet je, zo soms denk je van, ik ga vandaag zo meer kopen in de winkel, zodat ik langer kan volhouden. En dan zet je de volgende maandag toch gewoon terug in de winkel. Of zo. Ja, sowieso. Dat is crazy. Daarmee, ik winkel niet meer voor een week. Ik winkel nu echt per dag of voor 2-3 dagen. Ja. Dat ik weet van... Dit maak ik vandaag, dit morgen. Ja. Dit... Echt? Ja. Voor een paar dagen? Nee, maar bij mij zeggen altijd ingepeperd om meteen... Een weekje. Ja, bro, maand zelfs. Ik kan het niet. Oh nee, dat kan ik niet. Ja, probeer ik alleszins toch. Ja. Nee, ik kan dat niet. Nee, bij mij hebben ze geprobeerd, mijn ouders, maar ik en mijn broer, dat is echt een ramp. Mijn mama wel, die kan op een of andere manier, die kan echt zo blijven koken voor maanden. Ja, maar dat is die stappen, dat ze het inderdaad bij mij thuis. Bij mij zelf thuis, ik zelf kan dat niet. Maar mijn mama wel, die weet perfect van, oké, ik kan dat heel goed. Ja. Maar ja, mama's kunnen ook met hun hand gewoon in het vuur zonder... Yo, dat is zo hard waar. Mama houdt gewoon zo pannen vast met 100 graden en kijkt haar aan van, maar hoe doe jij dat? Alsof ze andere temperatuurregelingen hebben in de lichaam. Dat is echt crazy. Ja. Die en dan zegt ze tegen u zo van, pas op, het is warm. Ja. Ja. En zij zo, alleen kom. Ja. Maar die hebben ook zo, die hebben geen tijd of zo. Nee man, die zijn gewoon up. Die maken zeven gerechten. Pijn, wat pijn broer. Facturen, Ja man. Crazy. Die maakt een buffet op haar alleen, dat je alleen in restaurants of zo kunt krijgen. Ja, maar shout-out naar onze mama's. Sowieso. Maar ik wou ook eens aan jullie vragen, het is totaal een ander onderwerp. Hmm? Maar nu dat we zo hele lockdown en heel veel thuis zitten of zo, is eigenlijk Netflix aanraders en zo. Zijn er dingen die jullie recent hebben gezien of waar jullie naar uitkijken? Lupin staat op mijn kijklijst. Nog niet gecheckt? Omdat ik dacht van misschien is dat een aflevering per week dat er komt. Mm-hmm. Dan heb ik zo binge. Ja. Maar ik heb al gezien dat ze zo al alles. Ja, ik heb gisteren alles uitgekeken. Ik vond het echt wel dope, man. Ja. Heel nice. Hard. Ik vind het een super harde serie. Ja. Same. Heel goed. Ja. Okay. Ik vind de eerste episode zo moeilijk om te kijken, omdat het zo heel de stijl gewoon, zo heel Amerikaans, actieachtig was. En ik dacht eerst dat het een film was. Ja, ik dacht dat ook. Toen jij zag, dacht ik ook eerst dat het een film was. Dus ik dacht zo van, gaat dat helemaal zo zijn? Maar dan, de verhaallijn wordt eigenlijk heel leuk. Oké, cool. En ik vind het eigenlijk super goed gedaan, man. Ja, man. Het heeft ook een enorm succes gehad. Ja, record. Voor een Franse serie. Ja, 70 miljoen. 70 miljoen of zo, ook op 1 gestaan in de US en zo. Ja, overal, ja. Tweede meest bekeken serie ooit op Netflix, blijkbaar. Ja. Echt wel, echt verbaasd. In een tijdspan, korte toch? Korte tijd. Ja. Ja. Want ik weet wel, ik heb ook gekeken naar... hoe heet die nu weer? Die dingen... Queen's Gambit? Queen's Gambit, ja. Die heb ik wel gezien. Die was echt heel goed. Ja. Ik ben daardoor ook gewoon spontaan beginnen schaken, man. Veel mensen. Is dat? Veel mensen. Ik ben daardoor gewoon beginnen maar dat is ook iets super raar, zo in de lockdown. Maar dat is influencen, hè? Ja. Voilà. Maar in de lockdown is dat inderdaad zo, bijvoorbeeld, zo gaat het wereldkampioenschap dartsen. Ja. En in één keer waren alle dartsborden uitverkocht. Crazy. Hebben jullie dat gecheckt, alleen dingen darten? Ja, ik heb dat. Ja, dat is nog lid, man. Broer, dat is nog. Dat is lid, hè? Die 180 dat je zo kunt uitchecken. Ja, man. Maar ik dacht zo van, weet je wat ze missen? Is zo echt zo, weet je, zo'n Amerikaans type zo van. Van 180, hey, fuck you, nigga. die trash-talker shit. Maar ze zijn wel op die shit, hè? Ja, ze hebben zo allemaal bijnamen. Ze hebben allemaal zo dat is wel grappig. Hard. Dancing Dimmy. Ja, serieus, Dancing Dimmy, really? Sign him. Ja, dat was echt crazy, man. Maar het is inderdaad daar alles uitverkocht. Ja. Nu heb ik gezien met Lupin, zo die boeken zijn super veel terug gaan verkopen. Ah, okay, want dat zijn baseert op echte boeken. Ja. Okay. En zoals jij nu zegt met de Queen's Gambit, dat iedereen zoiets heeft van, hey, ik ga ook schaken, G. Ja. Uh-huh. Dus dat vind ik wel dope. Maar de Queen's Gambit heb ik nog niet bekeken. Ja, ik zelf ook niet. Maar iedereen blijft wel aanraden. Dus ik zou het ook volgens seizoen de Queen's Yahtzee of zo. De Queen's Monopoly. Dan gaan die blijven verkopen. Ja, de Queen's Yu-Gi-Oh! Ik weet De Queen's Yu-Gi-Oh! De Queen's Digimon. Ja, man. Gek. Maar ik hoorde ook van...
ondanks het succes van de serie Lupin, dat er ook een beetje backlash kwam uit het land zelf in Frankrijk. Ja, in Frankrijk. Ja? Omdat ja, dat is een oude boekenserie, inderdaad. Mm-hmm. En toen dat ze... ding is, eigenlijk, ze hebben Lupin aangekondigd. Niemand wist of het een serie was of een film. Mm-hmm. En ze kondigden het aan als Lupin. En Lupin is inderdaad een personage uit boeken zoals Hercule Poirot en al die dingen. Mm-hmm. En dan wordt er gezegd, Omar Sy speelt Lupin of zo. En dat was meteen zo weer een hele heisa van, dat is een zwarte man die Lupin speelt, dat kan niet. Dat is zo'n beetje hetzelfde van die James Bond. Hoe kan dat nu dat een zwarte vrouw zou zijn of dit en dat? En dan komt die serie uit en is het eigenlijk... Het is iemand die opgegroeid is op de boeken van Lupin. En die daar super hard fan van is. En die nu eigenlijk nabootst. Ja, ja. Maar dat was wel zo'n beetje... En wat daarnet, voordat je toekwam, over... Dat het ergens wel door die culture die Omar Sy meebrengt, is dat het zo'n succes is geweest. Ja. Ik denk dat ook. Maar ik vind ook wel een heel goede acteur. Ik ben er wel fan van hemzelf. Ja. Een heel goede acteur. Ja, ook gewoon als persoon. Ja. Die is ook wel geëngageerd en ja. zo. Ja. Dus dat vind ik wel dope. Maar ik vond het zo weer interessant. Van, er komt iets nieuws uit. Het is gewoon super hard in het gesprek. Zo weer zo. Mm-hmm. Hoe kan de huidskleur van de acteur. Ja. Maar tegelijkertijd, acteur is toch iemand vaak, die een personage belichaamt. Dus ik denk dat per se heel vaak moet gekeken worden naar huidskleur. Hangt natuurlijk af wat het verhaal is. Ja, als het non-fictie is, dan... Klopt. Dan kan ik ook een voorbeeld geven van dat andere Netflix-serie Bridgerton. Gedateerd uit zo die oude tijden, wat jaren... Checked, man. Wat, 1800, 1900 of zo. En bepaalde witte mensen daar die daar in het geschiedenis speelden, in die fictieserie worden vertolkt door zwarte acteurs. En daar kwam ook een hele heis op. Maar ik denk ze van, bro, het is non-fictie. Het is fake. Ja. Wat is dan op zich dan dat hele negativiteit ertegen? Dat snap ik dan ook weer niet. Ja. Ja, dat is een moeilijke, man. Mensen moeten gewoon altijd blijven kunnen klagen. Het gaat over alles. Dat is wel waar. Dat blijkbaar, ja. Gaat zo blijven zijn. Dat is, bij dat alles. Is ook een ding, man. Heb jij aanraders op Netflix? Wel, niet per se. Ik kijk heel veel comedy-reeksen die uitkomen. Ik ben opnieuw beginnen kijken, want ik ben niet zo heel veel met Netflix bezig. Niet heel veel, ik overdrijf nu al. Maar ik heb zo al die andere streamingdiensten ook. Zo HBO, Prime... en Disney Plus en zo. Dus ik ben wel zo altijd aan het switchen tussen al die dingetjes. En ik ben nu heel veel comedy aan het kijken. Ik ben nu terug begonnen met Parks and Recreation. Ik heb ervan gehoord. Hilarisch. Dat is echt mijn humor ook. Zo gelaagde humor ook. Arrested Development staat op Netflix. Heel grappig. En HBO is The Office dan. Dat is wel goed, hoewel ik dan zoiets had van... zo een beetje minder op den duur, op het einde zo. En McMillions is een heel goede documentaire. Dat moet je zeker checken. En dat gaat over een grote scam. Vroeger bij de McDonald's kon je zo stickertjes winnen of krijgen van Monopoly, zo een of ander Monopoly-spel. En je kon dan auto's winnen, miljoenen dollars cash en zo. En er is een persoon heeft dan zo een hele scam opgezet en die heeft altijd al die prijzen gewonnen. En die heeft daar jarenlang mee kunnen wegkomen totdat hij door de mand viel. Oh, wow. Maar dan was hij bijna dood al. Dat is crazy. Dat was echt crazy. Maar dat is supergoed verteld. Want ik was echt hooked. Want ik dacht echt zo van, dat gaat misschien zo gewoon een kort verhaaltje zijn. Ja. Maar dat was echt zo verspreid over 5 of 6 episodes. Maar je kon toch altijd niet raden van wie dat het was. Mm-hmm. Zo. En die konden echt dat zo goed. En, en het feit dat zo echt is gebeurd, dan was ik echt wel mee. Van, oh shit, het is crazy dat zo... Dat verhaal, want vroeger, vroeger kon allemaal nog zo makkelijk, kon nog makkelijk dingen scammen en zo. Dus dat was wel een zot verhaal zo van een guy die gewoon zoiets had van, ik ga alles hier winnen. Cool, en kan hier alles, dat lijkt echt wel interessant. Ja. Maar ik vind het ook grappig zo, ik heb dat de laatste jaren, vooral zo sinds Narcos en zo, zo van, we glorifyen ergens wel zo altijd de bad guy of zo. Ja. Maar je hebt dat zoiets... Ik denk dat altijd is geweest, hè. Dat is niet nu, maar dat is zo altijd iets geweest van... Dat is wel cool ergens om zo de bad guy en wat die allemaal heeft gedaan. Ja, uiteindelijk wel. Maar als je altijd kijkt naar het einde van die films en zo fel dood, fel in een bak, dan weet je ook van het is cool om een bad guy te zijn tot dat punt. Ja. Maar op een gegeven moment voor Narcos, ik vond een drip gewoon hard, man. Gewoon die losse blouses en goud. Ik dacht van, bro, dat is hard. Waar, ja, dat maar is ik waar. Had het ook zo ook kleden. Zo in die attitude van plata o plomo. Ja. Pablo, es que yo Gaviria. A la mierda. Ja, maar ja, weet je. Maar ik merk dat in alles, want nu op Vice Frankrijk heb je ook zo'n een docuserie. En dat gaat zo over Most Wanted, nummer 1 van het jaar. Ja. En die weet je, hij vertelt dat zo en je...
je voelt bijna die adrenaline van, hey shit man. Mm. Hey broer, ik wil ook een bank gaan. Ja, ja zo gaat dat heel veel. Inderdaad, op Vice vertellen ze ook op andere kanalen, andere landen zo van verhalen van dieven of zo, of hoe dat ze dit hebben gedaan en zo. Ja. Dan checkte we van, amai, dat was wel slim in die tijd. Ja. Dat zou nu nooit werken, maar dat was toen wel echt van, oh crazy dat hij dat heeft kunnen doen of zo. Maar ik weet niet, ik zou wel zelf gedacht hebben van, ik ga dat doen, ik ga dat ook doen, ik ga een beter plan uitwerken. Ja. En dan denk je van, ja, nee, ja. Nee, ja, toch niet zo. Sowieso wat je gepakt wordt. Dus dan, daarmee doe ik nu mee met de Lotto en Euromillions. En dan hopen dat ik gewoon... Ik geloof oprecht dat ik ooit de Lotto ga winnen. Ik geloof dat sinds dat ik een kind ben. Nee, sinds dat ik een kind ben, heb ik zoiets van... Jij gaat die ik geloof dat al zo lang. En ik speel niet, hè, maar ik heb zoiets van... G, ik ga maar 3-4 keer spelen in mijn leven. Zo. Ik ga de, maar ik geloof dat... Ik speel alleen op dagen dat ik weet van... Als je reclame begint te zien of hoort over... Vrijdag is er 120 miljoen. Dan weet je van, oké, dat is hoog. Als ze nu al reclame begint, maar normaal mag die nooit reclame. Ze zijn altijd zo de dag zelf. Vandaag kan je de pot van 80 miljoen of 70 miljoen... Maar van het moment dat dat zo vanaf de 100 miljoen, dan begint ze echt zo in de kranten en zo. Dan weet je van, oké, shit, ik moet meedoen. Dan weet ik van, oké, ik ga meedoen. Maar helaas nog... ik denk wel heel graag. Ik droom heel graag. Zo dagdromen, hè. Uh-huh. Als ze vragen, ik doe niks anders. Echt zo van, oh, wat zou ik allemaal doen? Oh, ik doe niks anders. En overal droomt je dan? Of allee, wat zou je dan doen met een 80 miljoen? 80 miljoen is te weinig, man. In de vorige aflevering kun je dat ook zien. Ja. ik zou gewoon... heel veel investeren in vastgoed. Ik zou voor mezelf en voor mijn familie gewoon de dikste huizen kopen die er zijn. De dikste auto die er zijn. En that's it. Meer moet ik niet hebben, man. Ik ga een studio installeren in mijn huis. Een studiootje met maar 80 miljoen. Ik kan een studio. Ja, een studio. Ja, dat is misschien wel waar. Ondertunneld zo, dat ik gewoon zonder dingen, zonder stress op de weg. Ja, zo wel bad cave. Is dat niet zo dat iedereen dat met muziek bezig is? Want wij zeggen dat ook altijd van, gee, als ik echt rijk ben of zo, gewoon in mijn kelder een studio. Ja. Maar gewoon een studio, gewoon van op een multifunctionele studio. Hè? TV, radio, podcasting, alles gewoon. Alles zo daar. Man cave. Chill, ja, man cave-achtig. Gewoon alles wat je wilt. Basketplein, indoor. Dat zou Drake contacteren en zeggen, kom optreden. Ik doe geen bar mitzvah, maar kom gewoon. Hij gaat zeggen, wajoy. Big house. Als je de huis ging van Rick Ross. Ja, want iedereen zegt, het huis van Drake is crazy. Dat is ook waar, maar de huis van Rick Ross is ook wel ja, maar dat is het. Hij heeft dat overgekocht van een bokser, denk ik. Ja, van Holyfield of zo. Okay. Ja, zo'n huis van 300 miljoen of zo. Met ik weet niet hoeveel kamers, ik weet niet hoeveel badkamers. Ja, man. Ik nergens op. Ja, ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien, maar zo president Poetin heeft zo blijkbaar een supergroot domein bestand. Ja, maar echt, klopt. Het is niet eens een domein. Het is letterlijk een paleis. Super... Dat is een paleis. Niet eens. Het is gewoon echt een deel van een stad. Een eilandje zo. Ja, maar echt letterlijk. Twee keer Brussel blijkbaar, zegt Robbe. Twee keer Brussel. Kun je dat weten dat dat twee keer Brussel is? Dus die heeft over heel dat domein heeft hij... Dus heeft ook een indoor soort van metrosysteem of zo, je weet toch? Van, van Louise tot aan... Nee? Maar wat, broer, zo mensen misschien gewoon een helikopter afvoeren? Hij zei, ik ga naar de andere kant van het domein. Ja, man. Ja, maar dat is het. Vladimir! Zo... Ja. Maar dat is het ding. Want het helikopterding heeft dat echt in zijn ding. Hè. Hij heeft zo'n supergroot ding. Ja. En daar. Hij heeft dat ding in die ding, zo naast dat ding. En zo gaat hij over naar dat ding. Ja, man. Ja. Oké. Okay. Is wel gekke dingen. Nee, maar gekke dingen, joh. Maar dat is zoals Kanye, toch? Hij heeft zo'n heel domein in Wyoming. En hij gaat zijn eigen fabrieken zijn daar bouwen. Er zit er ook zo'n ding in. Er zijn meerdere dingen. Maar die dingen zijn heel veel... Heel veel wat? Heel veel wat? Ieder zijn ding, man. Ieder zijn ding. Ja, wel, dus allee, wat zou jij doen met dat geld? Ik zou heel veel geld spenderen en investeren in vastgoed, omdat ik weet dat werkt. Als je nu kijkt naar de prijzen, de marktprijzen. Niet dat ik een professional ben of zo. Maar ik ben wel voorzichtig, want ik huur nu een huis. Okay. In de toekomst zou ik wel een huis willen kopen. Ja. Dus, maar als je nu kijkt naar welke krot dat je krijgt voor 400.000, 500.000 euro en je moet dat nog verbouwen, dat is crazy wat mensen daaraan geven. Mm-hmm. Dus ik ga niet meedoen aan dat spelletje van... Vernieuwen en zo. Ja. Ik ga gewoon wachten tot die bubbel opnieuw gebarsten is en dat ik dan opnieuw begin. Ik ga nog een paar jaar moeten wachten, maar oké. Okay. Mm-hmm. Maar gewoon die, jong. En dan gewoon mijn eigen goed verwennen, dat wel. En first class tripjes reizen en zo. Sowieso. Private jet huren voor foto's, influencers. En dan zeggen, ja, merci, dank je wel. Ja, toch. Ja, man. Stuk.
Ik denk dat we ongeveer op het einde van onze episode zijn gekomen. Oké. Okay. Bedankt om te komen. Ja, dank jullie wel om mij uit te nodigen. Zeg leuk, man. Yes. Ik hoop, ja, man. En tot in de zomer. Tot in de zomer sowieso. Zeker, ik wacht op de uitnodiging. Dan gaan we zeker. Dat is een contest. En naar de kijkers en luisteraars, niet vergeten te abonneren. Abonneren, swipe, Tajin Talks, like, Tajin Talks. Dit knippen we, dit knippen we. All right, man. Tot de volgende. Peace.